Midden in Sint-Geertruid ligt sinds kort het eerste veganistische restaurant van Limburg. We spraken met de kersverse eigenaar. Sascha, we kennen vegetarisch, maar wat is veganistisch? Het verschil tussen vegetarisch en veganistisch is dat bij vegetarisch eten mensen geen vlees of vis en bij veganistisch geen enkele dierlijke producten. Dus ook geen melk en kaas en eieren. En jij kunt zonder de ingrediënten toch heerlijke gerechten maken? Ja, precies. Dat is iets wat ik hier wil laten zien. Dat veganistisch niet per se ouderwets is of een stigma meer hoeft te hebben. Maar dat het vooral ook leuk en lekker is en gezellig om hier te eten. Hoe kom je erbij om dit allemaal te initiëren? Ja, het is eigenlijk een spontaan idee. Ik heb mental health gestudeerd en een scriptie geschreven over de impact van voeding op mentale gezondheid. Dat was bij de Universiteit Maastricht, hè? Bij de Universiteit Maastricht, inderdaad. Dus ik had wel een passie en een interesse voor voeding. En na mijn afstuderen kwam dit concept in me op. Het leek me leuk om om als ik een horecazaak zou beginnen, een horecazaak te beginnen met een missie, dus lokale producten, plantaardig en gezond. En je hebt ook een hele sportieve achtergrond. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om triathlons te doen. Zoals de Ironman Maastricht heb ik afgelopen jaren meegedaan. En ik denk dat het ook een ander stigma van veganisme ontkracht. misschien moet ik die zin opnieuw zeggen. Ik denk dat het ook een ander stigma op veganisme ontkracht. Dat je qua eiwitten niks ontbreekt. En dat je ook prima een hele triathlon bijvoorbeeld kunt rennen zonder dierlijke producten in je dieet. Op je menukaart staat niet heel duidelijk dat je veganistisch bent als restaurant, maar staat er wel in kleine letters. Hoe reageren jouw gasten hierop? Ja, klopt. Ik wil het niet per se van de daken schreeuwen. Ik wil hier ook het vingerwijzende imago van veganisme wil ik hier eigenlijk helemaal niet. Ik vind dat storend. Ik vind dat iedereen zelf het recht heeft te kiezen wat ze graag willen eten. Maar het staat er kort in het klein, inderdaad. Mensen reageren vaak verrast en toch wel heel positief. Dus dat is wel leuk. Komen mensen van ver weg hier naartoe en komen ze ook heel bewust? Ja. Het komt wel vaker voor dat gasten zeggen van ik heb best wel ver moeten rijden. Maar ik ben speciaal hier naartoe gekomen om jouw unieke concept een keer te proberen. Dan gaan we eens kijken wat voor gerechten je maakt.